Hey, ik ben Rochelle en ik doe een vluggetje met Excite. Ik voel me het meest zelfverzekerd als ik mijn haren goed heb zitten. Het liefst loop ik de hele dag in mijn pyjama. Als ik niet slaap, word ik een beetje sloom. Ik kan niet tegen het geluid van huilende kinderen in een kleine ruimte. Wat ik all night long kan doen is films en series kijken. Drie dingen die ik mee zou nemen naar een onbewoond eiland. Ik denk dat ik sowieso een scheermes nodig heb. Absoluut. Ik moet mijn haren kunnen doen, dus weet ik veel. Föhn, steltang. Is gewoon helemaal goed. Ik zou het never nooit overleven op een onbewoond eiland. Dat ik elke dag zou kunnen eten. Denk. Van een koek of friet. Mijn guilty pleasure is Be Brave, One Night Stand. Sorry lieve schat, dit is een one night stand. De tofste locatie waar ik een video heb opgenomen zijn tot nu toe twee, Suriname en Kaapstad. Fashion item wat bij mij nooit de kast in komt zijn zeker Uggs. Als ik onder de douche sta te zingen is het meestal Beyoncé. Mijn slechtste eigenschap is dat ik nogal snel op mijn teentjes ben getrapt. Guilty pleasure item in mijn kledingkast zou nog steeds mijn pyjama zijn. Bananen in pyjama's, ze komen naar beneden. De persoon die het meeste invloed heeft gehad op mijn zangcarrière was denk ik Alicia Keys. Ik moet zeggen dat ik het sowieso niet leuk vind om vergeleken te worden met zangers of andere zangeressen. Mijn meest bijzondere tattoo zou denk ik die van oma zijn, wat ik uit een brief heb gehaald. En daar staat, maar ik houd van jullie allemaal. Mijn favoriete videoclip is Drake, Rihanna, Take Care. Het vetste wat ik ooit heb mogen doen is op tour met Yellow Claw.